Ik s s'avonds op een kamer met, uh, met Bruno dan hè. die haalt daar twee keer uit ik zeg wat ga jij doen ja gaat houd iets los. Zeg. Ik, zeg, oh. <laughs> ik zeg gaan we uit ik zeg maar ik heb geen kleren bij <laughs> <laughs> ja. Friends of Sports ja van de... Welkom bij de vierde aflevering alweer van Damagis. Ik heb mijn vaste gasten Rutger Verbeek. Sander de Geyter, Rutger, heb jij weer een verhaal over je vader bij vandaag? Uh, nog niet, maar ik ga er wel in verzinnen. We hebben een fantastische gast vandaag. Ik ben echt heel blij. We hebben de man van de assist van de goal die nooit een goal was, Jackie Peters. Ja, inderdaad, dat klopt. Je weet meteen waar ik het over heb. Ja, ik denk dat heel België dat weer denk ik, en uh, meerdere mensen nog. Dat is zo het moment van uw carrière als ik denk Jackie Peters, dan denk ik aan die voorzet. Ik hoop dat er nog andere momenten zijn, <laughs> natuurlijk. <laughs> Met dus natuurlijk wel een binnenkomen. Ja. Komt dat vaak terug? Uh, ik denk bij elk toernooi en uh, toch op uh, zeker de laatste WK, als je dan tegen Brazilië speelt, uh, is dat ook heel dikwijls nog in beeld gekomen en dan word je er wel over aangesproken. Natuurlijk. Ze blijven het ook heruit. Rutger, toen we wisten dat Jacqui in de studio ging zitten, aan wat dacht jij meteen? Uh, ik dacht aan die fantastische periode bij Gink. Ja, Sander? Ja. ja, gewoon ook die center. Terug, die center blijft, is echt in ons collectief geheugen gebrand. Wij ook, ik als 13-, 14-jarige met die examens, was een schitterende periode. En, uh, en ja, ook in Duitsland gespeeld. En daar wil ik ook wel meer over weten, want die Duitse voetbalcultuur eind jaren 90, dat is toch iets apart, denk ik. Ja, dat was uh, dat is een hele mooie en leuke periode geweest, natuurlijk. Uh, zeker uh, na gangperiode. Um, Vertrokken en genk eigenlijk naar na, na een mooie prijs te winnen, dus de beker van België gewonnen. De laatste doelpunt nog gescoord uh, voor mijn vertrek. En dan uh, toch wel een hele mooie periode meegemaakt in Duitsland. Ja, ja tegen Brugge wil maar. Bon, over die bekerfinale gaan we het niet hebben. Okay, Ik had dus. nog een openingsvraag. De laatste week hadden we het heel vaak over voetbalsnorren in de jaren 90. Had jij dat ook? Nee, ik denk dat hij afgezakt was. Ik, uh, ik had hier zo een gehoord. De siek, de, siek, yes, de ik ja. Ik denk ja, dat je daar wel terug. foto's van terug hebt. Ja, ja panini-foto's he. denk ja, ik. Dat ja. is ja, ja, zo een ja. trademark van Jackie Peters. Ja, ja, ja slang ja, ja, geweest, ja. Heel ja lang. Ik ben ook <laughs> trouwens blij na de vorige aflevering, waar we het uh, over René Gitta hadden. Die Cambio Extremo hadden we toch over voetballers die echt nog mooier geworden zijn. Als ze ouder worden, Jackie Peters, kijk eens aan, die ziet er beter uit dan ons drie samen. Uh, dat, is, dat is echt wel waar. Het viel mij op toen, toen je binnenkwam, dacht ja. ik, ja, die bal is nog fit. Ja. Wauw. Kunnen we een wow. voorbeeld aan, we, we zijn nog een pak jonger. Goed ja. ja. verzorgen zorgen, jongens. Dat dat hè? Is waar, hè? Ja. Maar je hebt je honderdduizend hebt bedrijven, misschien kan je ook een fitness-app beginnen voor, voor gepro allez, gepensioneerde cafévoetballers zoals ons. En dat we toch fit daar, kunnen blijven. Daar zit iets in, denk ik. Sander, we gaan terug naar het jaar 2001, 2002. We gaan ook de carrière van Jacqui bespreken. Maar we focussen even op dat jaar. En jij hebt een opstelling gemaakt voor ons. Ja, ik denk um, als wij het seizoen 2001, 2002 overlopen. En vooral de spelers. Dat zijn er bijna allemaal cultspelers die je tegenkomt in die lijst in panini stickers. En ik heb er een elftal van gemaakt. Nu, bepaalde ik ben, ik ben trainers niet... gaan niet echt blij zijn met mijn tactiek. Het is een 3-4-3, heel offensief gericht. Uh, en Jacqui, ik ga gewoon mijn elf geven. En jij mag twee wissels doen. Is dat oké? Okay? Dat is goed voor mij, ja. Dus ik, ben, uh, ik begin met uh, in doel uh, Luciano da Silva. Heel kleurrijke doelman van Beerschot. Ben je daar akkoord mee? Ja, ik bedoel. Ja. Ik ga nog even wachten natuurlijk. Okay, ja, ja, ja. Ik ga nu nog niet direct een Wissel doen. Hè. Nee, nee. Ik vond echt gewoon super kleurrijke gasten ook. Ik weet dat mijn zus uh, er mega fan van was. Oké, okay, dan op Riksenbak, want die speelt met drie verdedigers. Jackie Peters natuurlijk. Je gaat wel een beetje moeten inhouden. Niet gewoon die flank afdraven. Het zal alleen verdediger uh, zijn dan. Ja, maar tegenwoordig Sheffield United speelt ook met drie achteraan. Die vlammen ook gewoon naar voren. Dat is heerlijk, het mag van mij. Ja. Uh, centraal speelt Michael Nagy, die bij Lierse speelde. Maar toen niet echt hoge toppen scheerde. Maar die heeft vooral, ja, voor mij toch carrière gemaakt bij Racing Mechelen. Die moest stoppen met profvoetbal en dan opgevist door Reggie van Akker. En uh, daar heeft hij nog enkele mooie jaren gespeeld. En die zijn glimlach in de kantine van Racing was echt. die fleurde iedereen op. Uh, en dan natuurlijk uh, op links een bak Chefke Delen, de koning van de Kempen uh, bij Westerlo. Rechtervang speelt uh, Marcin Zivlakov die toen nog met zijn broer bij Excelsior Mouscron speelde. Daar was ik echt fan van. Gewoon ook Dat, dat broederpaar, dat, dat fascineerde mij. Die hebben nog met Polen ook op de WK gespeeld, denk ik. Uh, en de ja. beker gewoon? En de beker gewonnen. Het was echt ja, fascinerende ploeg. Uh, links staat bij mij Beslia, waar Gink. Dat klopt niet. Hè? Dat is ook een rechts hè, buiten. Ja, Nee, maar die komt naar binnen. Je nee, ja, dat er veel buitenlanders Ja, Het ook. stopt niet. Het stopt niet. Hè. Ik, nee, het stopt niet. Dat, uh, vooral die Beslia, ik had er echt als Club Luggen van echt bang van. Als hij me ging naar de club kwam. Ik had echt schrik van, van die gast die was zo snel. Um, dan middenveld Runa Christensen. Dat is echt uh, ja, een mooie, mooie speelmaker. En Josip Skoko uh, van Gink. Daardoor ben ik eigenlijk verliefd geworden op... Uh, op, op Genk? Ast nee, totaal niet. Op Australië. Dat is, echt, uh, dat is de reden waarom dat Australië zo hoog op mijn uh, verlanglijstje stond. En dan heb ik een, uh, een spitsen trio met uh, Desiree en Bonabukia. Gewoon die naam. Vedran Pelic, omdat die man mij ooit gepoord heeft. En nu heb ik toch... Die stond nu mijn favoriete elf van 2001, 2002. Daar hebben alle stand. twee al mee gespeeld. Ja. Bonabucci en, en voilà. Vedran, ja. Dat, uh, ja, die man heeft zoiets. Bon, ik wil er niet meer over terugkomen op, die, op dat putty ponken, want dat heeft pijn. En dan linksvoor nog Andres Mendoza. Oké, okay, die... we hebben ze alle elf. Jacky, nu mag je wel ja. nou wisselen. Uh... Hoeveel mocht ik er wisselen? Twee, Twee. Twee, Twee maanden. Ja, dat, dat is heel weinig dan. Hè. Ja. Nee, als je dan toch Pelic, uh, een uh, Balkanspeler, zal ik zeggen, dan, dan zet ik toch iemand uh, liever neer vanuit mijn periode van Genk, uh, ook uit de Balkan. Dat is, uh, is Troepar dan. Ja, natuurlijk. Ja, ja. uh, ik ben gelukkig. Ja, ja, hij is altijd gelukkig. Ja. Ja. Dus, uh, altijd, ja. dus zelfs als je hem nu nog tegenkomt, een Geng of zo, hij uh, blijft gelukkig, hij blijft smilen. Uh -huh. En dat zal hem ook, uh, zal hem ook altijd gebruiken, uh -huh. natuurlijk. Hè. Ook, uh, Zie je hem nog veel? Uh, hij komt nog, nog regelmatig naar, naar, naar België. Ja. Ik heb hem de laatste keer nog eens gezien op een restaurant ergens in Genk, okay. dus het uh, is nog altijd leuk uh, om weer te zien. Ja. Hij was mijn kamergenoot in uh, 2000, dus we hebben daar wel uh, vier weken samen gezeten. Dus, uh, <laughs> je leert elkaar wel kennen dan. Ja, ja. Oh, die verhalen, dat da moeten we ja. ook nog eens uh, naar Polen. En wie wil je nog wisselen? Um, ja, ik vond het vrij veel buitenlanders. Met Skoko ga ik akkoord, dat is een hele goede middenvelder. Um, als ik dan nog een mag wisselen vanuit de Kempen, dan uh, ga ik misschien wel uw linksbak verwisselen door uh, Nico van Kerkhoven. Oké. Maar speelde je toen nog in België? Uh, dat kan, dat hij naar, naar, naar de Het was. Uh... Wel een hele goede ook. Ja, een ja, supergoeie ja, speler. Ja. Jeff Kiedelen. Nee, ja, nee, nee weet wat? Van? Ze, ze, moesten, ze moesten in België spelen. Daar. Inderdaad, ik denk dat Branko toen ook niet meer in België speelde. Nee, speel het dus er mee, uh... Daar, uh, goed. Ja, Ik maar... speelde toen uh, opnieuw in België. Dus dan dan kan ik beter met de linkse flank uh, wisselen door Gunter Schepens eigenlijk. Gunter ja. ja, mooi. Uh, oh ja, jij mooi, zat dus bij Gent. Ik waard, zat bij ja. Gent, dus... Uh, er waren ook heel veel buitenlanders toen. Dat nee. waren er heel veel, ja, dus, ja. Ik heb die selectie nog eens bekeken. Dat waren Franse Oostblokkers, uh, een paar Afrikanen. Dat was echt uh, uh, een vreemdelingenlegio. Ja, uh, Ex-Jugoslaven natuurlijk. Darko Anic. Darko Anic is uh, 2003 pas overgekomen, okay. denk ik. Uh, het was wel iets later. Maar uh, ja, dan ga ik de. Een hele goede keeper vond ik. En dan ga ik de doelman wisselen in plaats van Stroep. dan zal ik uh, Schepens en herpoelen in het doel zetten. Hè. Dus ja, ja. zeker niet vergeten Doelman. Hele goede doelman. Een ja. beetje onderschat geweest. Uh, natuurlijk altijd achter andere goede doelmannen gezeten. Mm -hmm. En dan uh, toch wel een hele mooie carrière gemaakt bij Genk. En uh, met de rode Duivels eigenlijk ook ja, als, als, ik vond als tweede keeper. Weinig uitstraling hebben. Ik kan het echt niet met Herpoel. Ik vond het oh. een beetje een. een, <tie> je, 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 dat grijs een grijs persoonlijke figuur. Ja. Je persoonlijke veten, dat is gewoon. Nee, het is een, spe een speciale jongen. En, uh, de, en heeft zich, op zich heeft hem zich in Vlaanderen goed aangepast. Vind ik, Hij sprak de taal. Uh, alleen, het was, uh, hij had zich beter moeten verkopen eigenlijk. En uh, daar heeft hij misschien iets te weinig gedaan. Want anders had hij waarschijnlijk misschien een andere carrière nog gemaakt als, als enkel begin, denk ik. Hij mocht mee naar de 2K toch? Hè? Hij was tweede keeper. Uh, achter hem was uh, Van den Driessen nog, denk ik. Uh, en, en Geert de uh, Vlieger was dan eerste keeper. Ja. Mooi trio. Als We teruggaan naar het begin van je carrière om ergens te beginnen in het wilde westen van de jaren negentig, zeg maar. Je bent prof geworden toen je 24 was. Hoe kan dat? Dat is vrij laat, hè? Ja, of he heel, dat laat, heel laat, om het zo te zeggen. Zelfs in, uh, in die periodes ja. Als je dan nog van tevoren gaat kijken, um, als 18-jarige speler een jeugdopleiding bij derde, vierde provinciale ploegske, eh, lozen SK, wat ondertussen alleen nog maar maaiers op het veld staat <laughs> en dan. Uh, ja, dan, dan word je gehaald dan ga je naar een derde klasse. Mijn andere broer, het oudste broer Matti uh, had daar gespeeld. Hij vertrok toen naar Lommel. En mijn andere broer Lambert en ik uh, zijn toen naar Overpelt gegaan. Daar hebben we zes jaar gespeeld. En van daaruit uh, is Schenk mij komen, komen plukken. Was eigenlijk. als je dan bij, bij, bij Overpelt voelde, je toch van hier zit meer in? Ja, daar voelde je. Uh, hier zit meer in. Uh, dat Eén, daar droomt iedereen wel natuurlijk. De enige eerste droom is om zo hoog mogelijk te komen. Dan zit je al een derde, derde nationaal. En dan ja, ben je al een beetje tevreden eigenlijk. Maar, daar was je gelukkig mee. Dat was ik gelukkig en ik ben nog altijd gelukkig. En, maar dan, dan, ja, dan komen die kriebels toch van, van tweede klasse. Mijn broer speelde ondertussen in Lommel bij, uh, bij Lommel tweede klasse. En, je dacht, en de eerste ik kan klasse. Beter. Nee, beter niet. Maar uh, ik, ik wou dat toch, uh, toch ook wel bereiken. En, en uh, ik ben daar ook. Uh, Eén trainer en, uh, springt er wel een uit, en dat was Leo Kanjels, die, die dit ook wel inzag dat ik wel iets in me had zitten. Dus uh, ik was zeker niet uh, technisch uh, de perfecte speler, uh, verre van. En het was vooral uh, die, die laatste bal, die, die voorzet, die moest komen. En uh, fysisch was het op zich geen probleem, want je liep er bijna iedereen af. En, ja, maar als die die ballen... VO2 Max waar ze nu van spreken. Die, ja, ik die weet had niet hoe hoog dat hij was toen. Ja. Dus, uh, maar die ballen die normaal voor doel moesten komen, die vielen allemaal achterdoel. En daar is, uh, <laughs> daar is heel hard aan gewerkt. En, uh, het is wel straf dat zo'n coach dat dan toch in jou zag en zei: Jackie, als we daar nu eens echt op gaan oefenen en trainen, dan kan je misschien toch hoger op. Ik vind dat wel. Die man heeft het, heeft het wel fantastisch gedaan voor u. Hè? Die heeft uw carrière misschien gered. Ja, absoluut. Uh, gered gemaakt, denk ik wel, voor die deelte. Wij speelden toen. Uh, hij was een proftrainer geweest, eigenlijk. En, uh, op de op terugweg natuurlijk. Maar wij trainden vier keer per week. Dus uh, de maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. En Voor die dinsdag en voor de donderdagtraining trainde ik nog een uur apart met hem. Dus, uh, Oefeningbaar kunst, zeggen ze. Maar dus uh, ik denk dat dat mij. Kun dus jij ja, eigenlijk ja, wel ja, gemaakt. Ja, ja. Een uurtje ballen droppen in de box. Eh. Sander, hoe oud ben jij nu? 30 jaar. Oei, dat is, ja, het is geen 24 meer. Nee, <laughs> het gaat niet het is, meer lukken, dus nee. denk <laughs> ik. Heb het, uh, ik heb het op mijn 18 opgegeven. Ik denk van nee, het gaat niet lukken. Maar je ja, had dan ondertussen een job, neem ik aan. Ik heb zes jaar in een uh, fabriek gewerkt, ja. dus uh, van mijn 18e. Ik heb ook niet, nooit niet doorgestudeerd, die, die goesting was er niet. En ik ben uh, inderdaad ja, vaste dagshop uh, thuiskomen. En nou? hey, die dinsdag en donderdag en om uh, vijf uur uh, trainen. Eerste training ik straks mee. Een uur trainen, andere kleren aan. En dan anderhalf uur met de rest van de ploeg trainen. Dus uh, Bietig, ik heb uh, hard voor gewerkt, maar ik heb uh, gekregen wat ik wou. En wat deed je in, uh, in die fabriek? Uh, wij, dat was uh, een bussenfabriek in Berre. Van 0? Nee, dat, is, dat is ondertussen wel, was ondertussen wel overgenomen door Van Hoog, klopt. Daar, daar werkt ja. mijn vader is, hij komt toch weer al terug. Ah, voilà. Robert hij kon... Verbeek, hij komt weer. Ja, elke afdeling op mijn vader. Hij was gewoon terug. een beetje de Thomas Munier van de jaren, 2019, nee, de jaren 90, 2000. Die ja, weet je wel, als je gewerkt. ziet uh, welke carrière dat hij op korte termijn maakt ja, ja. Uh, en, en naar welke ploegen dat hem nog gegaan dat is, dan ook nog. Hey. Dus, uh, die staan, hey. Schat dus ik dan op dat moment toch wel een stapje hoger in eigenlijk, ja. Ik vind de stap die jij gemaakt hebt, van zo'n derde, vierde klasse, naar uiteindelijk dan een, een WK spelen, ik denk dat dat uh, op 24 niet veel is voorgevallen. Ik ga dat eens ja. moeten opzoeken, maar dat ik is weet toch nu, zeer hoe, hoe zeldzaam. Ik weet geweest zijn als ja, een jonger. Ja, jonger, 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 ja, ja. Of zo hij naar Brugge ja, kwam. En mee oké. Is ME dan diegene die uh, gebeld heeft naar Overpelt zeggen, uh, die rechtsachter is wel een goeie? Nee, ik denk dat Genk mij, uh, ik bedoel, ze hebben overal in Scouts wel, uh, wel lopen. Ik heb achteraf dat ook de financiële kant van het verhaal gehoord. Van uh, Albert Bijnens heeft me dat eens mooi uitgelegd eigenlijk. Was ze voor u betaald hebben? Uh, de... Was ze voor mij betaald hadden, ja. Drie dus. Uh, de... De <laughs> of tonnen. Nee, maar het was. Uh, Overpels had op dat moment een financiële problemen. En uh, dat hebben ze eigenlijk tot bijna de laatste dag uh, kunnen rekken om, om, om op een einde toch maar een, een 3,4 miljoen Belgische frank. Uh, Wacht, ik betaalen, ben aan het nee, tellen naar 100, euro's. 100.000. 100, euro. En nog geen 100.000 euro. Maar voor een derde klasser was het wel veel geld. Maar... Ja, en ze konden het wel gebruiken, dus ze uh, ja. konden weer verder. Iedereen blij. Wat ik me altijd afvraag, weet iemand over de veldfabriek welke fabriek dat, dat was? Geen flauw idee. <laughs> nee, helemaal niet. Ja, vroeger lag het. Uh, het was uh, ook een zinkfabriek denk ik ook. Dat lag... Vroeger lag het oude stadion. Daar heb ik nog één jaar gespeeld. Dus echt recht tegenover het straatover, tegenover uh, het, het oude fabriek, eigenlijk. Je hebt er veel foto's van gezien, denk ik. Uh, zink? Oh, wat was het uh, nog allemaal? De, de ik kende dat ken ik stadion niet. in het bos. Allee, zo wat in een bos, want daar hebben we met K.V. Mechelen eens een bekerwedstrijd moeten gaan spelen. Dat was op Overpeltfabriek. Ja. Maar dat was op de Leukes, denk ik. Ja, uh, dat zo. was het nieuwe stadion dat de uh, familie Blijde toen eigenlijk uh, gebouwd heeft, ja. Goh, je weet wel nog heel veel, eigenlijk. Ja. Ja, dat komt nu lang van terug. Ja. <grijg> en ook zo Limburgs voetbal. Ja, dat, dat kennen ik we weet er niet, precies eigenlijk te weinig van, ja. maar er zit zoveel folklore in. En... Volg je dat nog op de voet? Nu? Uh, op de voet, dus uh, ik, ik, ik zal wel de uitslagen zien. En, uh, ik kijk ook nog af en toe naar wedstrijden. Bij mijn vrienden op café is dat dan, of uh, ergens in een privécafé, laat het zo zeggen. Uh -huh. En dan is dat, uh, is dat wel een beetje te volgen. En zeker de toernooien van de Rode Duivels en zo ja. proberen we toch wel uh, te volgen. Maar dat ik het allemaal in detail weet van die speelt daar, die speelt daar. Die speelt daar dat, Zover gaat het niet. Maar he? Limb okay. Limburgers is wel een klik, want we waren voor de uitzending er even over bezig. En, en je was direct. Ah, daar speelden drie Limburgers, en die Limburgers speelden daar. En dus dat volgt elkaar wel allemaal. He? Maar ze hadden ze graag overal, denk ik. Als je ziet hoeveel Limburgers dat er een standaard gespeeld hebben. Dat is. Ja, supporters van KV Mechelen, jullie weten dat ook natuurlijk. We hebben er heel veel gehad. Zelfs in Brugge zijn er misschien nog meer geweest. Ik denk in Brugge. Brugge is eigenlijk een Limburgse club in west Ja, FC Limburg. Als je weet wat de bussen dat er nu nog... 14 dagen naar Brugge vertrekken. Dat van, van. Ja, Dat zal die mentaliteit toch zijn, denk ik. Hard werken. Koop in kassen blijven ja, ja. gaan. Dan lonen, zeker. <laughs> dat is in Brugge ook niet meer waar. Hè? Ja. Dat, uh... Uh, Rutger, jij hebt teruggekeken naar die carrière. Ja, het, een van de eerste hoogtepunten, de bekerfinale met ja. TNM Racing. Ging met een heel goede ploeg. Ja, ik vond dat wel straf, want uh, ik heb even de samenvatting gekeken. En jullie waren uh, toch wel de underdog die match. Tegen? Want, tegen Brugge. Want Strupaar was gekwetst, Oulare was net terug, maar was ook nog half... Uh... Heel twijfelachtig. Heel ja, twijfelachtig. Ja, dat hij hem zelfs in een week niet getraind heeft. Ja. Voor ja. welk ja. jaar spreken we? – 98. En, het het. en jullie staan na uh, 36 minuten 3-0 voor. Dat is, uh, ja, is fantastisch. Hij heeft nog een assist bij de derde goal, heb ik gezien. Ja, was een lucky assist, denk ik, hè. als je dit uh, ja, in de... detail gaat ontleden. <laughs> de, de we hebben geen het, beelden. Dat <laughs> ja, was een was assist, goed. maar je maakt dan ook nog de 4-0. Dat was toch een fantastisch moment om... Uh, een goal in een bekerfinale. – goal in de finale als verdediger. Dat ja, kan je opteren, ja. assist uh, van een andere verdediger, DWO, ja. Van over de van links naar rechts. Ja, dus, uh, nee, ik had eigenlijk, die, daar wordt je zelfs nog meer over aangesproken eerlijk gezegd als over die assist, uh, ja. die niet goed van eh uh, van Lombards als man van de club. Heel, ja. heel proper afgemaakt, heel proper afgemaakt. Ja. Dacht het wel. Rustig ja, de Ja. Want dat is zoiets <laughs> wat mij ook altijd fascineert. Hoe gingen jullie daarna uit? Want tegenwoordig voetballers kunnen niet meer uitgaan of ze gaan naar de Carré, bla bla bla, die de Villa. Maar in hoe ontwerpen? Ja. Villa of in Leuven. Hoe vier je een, bekerwinst, hoe... vier je een bekerwinst, hoe ga je naar die match uit? Ik heb ooit zo'n anekdote gehoord, het was van Yves van der Hagen, denk ik. En die zei: Match in het weekend, daarna uitgaan. En maandag gewoon een trainingsjasje aan. En extra zweten, en dan, was, ja. dan waren we terug klaar. Kater Hoe Lekker cool was dat. Ja, dat was, ey, we, we zijn veel meer uitgewezen. Ik denk dat ze nu ook nog wel uitgaan. Maar uh, het is inderdaad, zoals ze zegt, met die. M, uh, social media. Uh, ja. Je kan nergens niet op gemak een pen bier drinken. Terwijl je vroeger eigenlijk uh, beide supporters uh, na de wedstrijd, uh, bij een verloren wedstrijd of gewonnen wedstrijd, maakte het niet uit. Dus ja. ik heb uh, mijn glas bier nooit niet laten staan, <laughs> laat het zo zeggen. En inderdaad, als je dan s'avonds je, je, je bier drinkt. Ja, moet je vanmorgen ook vooraan lopen op training ook en niet achteraan. Natuurlijk. Ja. Had, had uh, Facebook en Instagram bestaan in jouw tijd, hadden er veel uh, filmpjes opgedoken van Jackie Peters? Ik had het er moeilijk mee gehad <laughs> denk ik. <ja. laughs> Hoe, Hoe laat was jij thuis na die, uh, na die bekerwinst? Goh, zeven uur tien uur morgens? Nee, dat zal toch wel eerder <laughs> geweest zijn. Ik denk dat uh, ja, de vrouwen waren ook allemaal uh, samen met een bus uh, in Brussel. En uh, natuurlijk die, die thuiskomst, uh, de eerste prijs van, van ja. Racing Genk eigenlijk, ja. uh, na tien jaar bestaan. En uh, ja, dat werd onthaald, uh, uh, kampioenschap en oké, okay, het is eigenlijk een kampioen, dat is een beker Zeker, die je wint. Ja. En dat is wel, uh, ja, dat, dat was voor ons eigenlijk, voor iedereen, niemand had dat al meegemaakt. En dan, dan staat die massa daar en dan ja, leef je eigenlijk een beetje in een roes en dan probeer je toch nog ergens een... En ze stonden zelfs met bier klaar eigenlijk, zelfs de supporters. <laughs> Ze wisten dat je een, een glas bier lust natuurlijk. en uh, ze geven het je ja, aan, natuurlijk. Hè. Het straffen is ook, we waren daar straks nog even die ploeg aan het overlopen van die finale. En er waren toch een paar spelers bij uh, die, we, die we al vergeten ja. waren. Hè. Dus het, waren, het, wa het was zo'n mengeling van een paar sterren en ja. heel veel ja, jongens uit de streek daar. Er ja. was eentje bij die ik totaal vergeten was: uh, Strooi. En die Strooi. Ja. Ja, ja. ja, die was ik helemaal vergeten. Terwijl... Daarna kwam het wel terug, maar zijn niks meer. Hij ja, heeft uh, dat seizoen niet superveel gespeeld, denk ik, en, maar wel altijd aanwezig op training. En, en ik bedoel, altijd zijn best doen. Maar die starten wel. Die starten toch... daar en uh, ik denk, uh, goh, ik ben even de ploeg aan het overlopen. Maar... Was dat de kracht ook? En je had Olivier, Broek, Jij, Van Grondswold, dan waren we echt ja. zo huisnamen van, van Genk. Ja, ik denk het wel. Ja. En, en uh, natuurlijk daar uh, Besnik Hazi. Uh, wie had je nog? Uh, Torduger Johnson. Olaris troepa. Stroepa was dat, maar die speelde nog ja. niet. Hij stond wel mee. Het, 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 het mooie was, als je dat ziet, uh, met de groepsfoto. Ik weet niet als je die beelden ook hebt teruggevonden. Dus, uh, voor ons was dat de eerste keer. Club Brugge staat daar mooi met een elftal. De Fotografen maken de ploegfoto. Wij stonden daar met de hele entourage. Dat is mooi. Met stroeperend kostuum, uh, de, de materiaalman, iedereen. Wij stonden daar, denk ik, met 30 man op dat veld en daar werd de groepsfoto van gemaakt. En Gink ging naar in Brussel, op school uitstappen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, wie ja weet, dat, je weet niet op dat moment waarin ze ging nog allemaal gaan meemaken. Hè? Misschien was het de enige finale uit je, uit je carrière geweest. Hè? Dus ja, dat... ja, klopt. Ja, ik denk met Twee jaar later denk ik dat ze de volgende beker gewonnen hebben. Ja, en dan, ja. dan, dan kom, ja. komt die en titel die Uno is. Want dat, dat vind ik wel, jullie hadden een heel sterke ploeg, dat voelde je ook op dat moment. Je, die, kon nog, die werd nog sterker en jij vertrekt. Ja, dat uh, zelfs naar tweede klasse in Duitsland moet je zeggen, op dat moment Bielefeld. Uh, ben zelfs nog met, samen met uh, Branko Stroepach, uh, die uh, Bielefeld ook uh, absoluut wou hebben. Hij is dan gebleven, hij is een jaar daarna vertrokken, denk ik. In de winterstop, denk ik. Ja, anderhalf jaar. Eigenlijk, ah, anderhalf ja, anderhalf jaar, klopt, ja. Maar uh, natuurlijk, als. als uh, het was geen Bundesliga-club. Maar, maar waarom over... heb je dat gedaan? Ja, dan gaat het over geld, natuurlijk. Daar moeten we over niks anders spreken. Wat bij wijze van spreken, eh, achteraf hoor je dan. Hey, ik heb we overal wel wat pionnen zitten. Uh, hebben ze Reinig gehaald, natuurlijk, in de ja, mijn joe, plaats. De Rijnie, oh, ja. En een goede speler, trouwens. Uh, maar als je dan ziet of hoort uh, wat hij. Aangeboden kreeg als, uh, als buitenlandse speler, dan is het zand een eigen land, zeg ik dan dikwijls. Zeg. Ik bedoel, en, Had ze dat, dat nu gegeven, dan ja. wel gebleven ah, ja. ja, daar ben ik absoluut zeker van. Maar dat is, okay, ik heb er geen spijt van dat ik in Duitsland uh, gespeeld heb. één uh, jaar uh, Bundesliga, weliswaar gedereageerd dat jaar. En vandaar terug naar Gent gekomen. Maar wel eerst zijn titel gepakt, natuurlijk. Ja, het was, was, was een hele mooie viering, moet ik zeggen. Ook, ja. de... dus, uh... Vertel eens, die titel? Ja, jullie kwamen bij Bielefeld en jullie werden meteen kampioen. Ja. In tweede klasse dan. In, in tweede klasse kampioen. Dus ja. met, met een uh, goede ploeg eigenlijk. Uh, gemiddelde aantal toeschouwers in tweede klasse speelden wij 12.000. Dat is goed. Uh, mooi. Niet, niet top voor Duitsland natuurlijk, maar Bielefeld is ook een uh, super grote stad. En uh, hij een, een top leren kennen eigenlijk. Uh, met een kamergenoot, uh, Bruno Labadia. <laughs> hij toch een icoon in, in Duitsland natuurlijk. Duits voetbal, hè? Dus uh, blij hem. Hey, blij met hem die twee jaren samen te spelen. Ja. Hij is nu coach in eerste klasse. Hè? Hij zat nog bij Wolfsburg, zeker. En bij Stuttgart, uh, hij is zeker? van Bremen naar uh, Bielefeld gekomen. Ja. En van, maar, hij goeie, heeft Keulen he? gespeeld, ja. heeft uh, in Bayern. Ja, Bayern München gespeeld. Ja. Dus, uh, heb je daar nog contact mee met zo'n man? Ik heb hem over tijd nog eens een berichtje gestuurd. Uh, goh, ah. Toen Genk een coach aan het zoeken was, heb ik, hem eens, uh, <lacht> <gereden>. <lacht> heb ik gezegd: misschien moet je je daar eens uh, solliciteren. Maar ik heb er weinig of niks van teruggekregen. Hey. <laughs> Dus je doet in carwashen en trainers. <laughs> manager. Ja, manager ook nog eens, lekker. Ja. Is het eigenlijk als je naar, naar Bielefeld terug gaat, zou je het nog herkennen? Het mm, is, ja, is 19 jaar geleden nu. dus... Uh... Hij is wel niks veranderd. Hij is niks veranderd. Alleen die ziek is weg. Die ziek is weg, ja, ja dat is een grijze gekomen <laughs> nu bijna. Maar dit is wel zo, ja, kampioen, ergens, dat, maakt je, dat maakt van jou een icoon. Zeker ja, als eigenlijk buitenlander in... een beetje wel. ja. Dus, in icoon ben, Ico ben ik niet in, uh, in Bielefeld. Maar het is wel een periode geweest uh, toen we pas terug waren. Dat ik uh, toch een paar jaar achter elkaar eigenlijk in, die, in die kerstperiode, winterperiode, terug naar Bieleveld, uh, Om die sfeer terug op te snuiven. Ik zat er graag, ik ben er eerlijk in. Maar uh, mijn vrouwtje we, met, met drie kinderen ja. had het daar moeilijker mee ja, eigenlijk. Dus ja. uh, maar. het is een keuze geweest. Ik ben naar Bielefeld gegaan. Ik had op hetzelfde, voor hetzelfde geld in Stuttgart kunnen zitten eigenlijk. Dus, uh, oh, ja. Ja, een mooi verhaal geweest eigenlijk. Ik had mijn woord gegeven in Bieleveld samen met, met mijn manager. Op het moment dat we gaan tekenen, uh, belt Karl-Heinz Kels, uh, mij toen, manager van Stuttgart, om, om tot bij hem te komen en daar te tekenen. Maar man van mijn woord en uh, ik heb daar getekend. Dus. Dat is wel nog achteraf clip natuurlijk. Ja, ja achteraf wow. misschien had ik het toch wel anders moeten doen. Ja. Ja. Dat is wel straf, dus dat, ja, je bent dan al, al 7, 28 denk ik. Uh, ja. En dan komen toch nog die clubs, hè? dat is toch wel mooi. Dus op een paar jaar tijd heb je wel bewezen dat je. Iets ja, kan. terwijl je weet, uh, ik ben voor 50 miljoen Belgische frank uh, vertrokken in Genk. Uh, van een speler van 829, uh, wetend als club, als Bielefeld, dat je daar, uh, dan ga je je geld nooit niet terugkrijgen, ja, nee, natuurlijk. Dus. Hè? Nee. Maar dat, Commercieel bekijkt uh, was dat niet ideaal. Van hen, hè? Dat bevestigt mijn these dat de rechtsbak is van een onmiskenbare waarde van een team. <laughs> ja, ja. Dat is gewoon zo. En die mag zo oud zijn als je wilt. Cafu, lang heeft die niet ja, hij niet meegedraaid? Gewoon... Een rechtsbak die heeft ervaring nodig met je. Linksbak de... ook, Carlos ook zo. Oh, ook. Nou, ja. voilà, sowieso. Schakels, onmisbare schakels in een team. Daar mag ja. je geld aan uitgeven. Tegenwoordig beseffen ze dat. Hè? Tegenwoordig zijn backs uh, de vrije super man. Superbelangrijk. Super belangrijk. Als je ziet bij Liverpool zijn ja. de backs. Alba bij Barcelona. In die tijd was dat nog helemaal anders. Hè? Ja. Het ging zo zo in, in Brazilië. De rechtsbak was gewoon de zwakste van de ploeg. Met zo gezegd van wie moest de rechtsbak gaan staan. De keeper. Nee. <laughs> de, keeper, de keeper stond nog boven de rechtsbak, blijkbaar. Als je echt niet kon shotten... Ja, Dan moest je rechtsbak worden. Ga maar rechtsbak staan. Bol. Gezegd, en dan ja, ja, heeft Leo ja, ja. Kanyals al die jongens gaan optrainen en zo werd dat toch heeft nog Heeft niet... <laughs> Waarom kom je... Je bent dan bij Bieleveld, ja, jullie degraderen, je komt terug. Waarom ben je niet terug naar Racing Genk gegaan eigenlijk? Omdat er op dat moment geen interesse was geen natuurlijk. Interesse, dus, wel... uh... Ik was wel dat er interesse was van Anderlecht en Brugge, klopt dat? Ja, volgens de periode. kranten ja, natuurlijk, ja. maar ey, ik, zo was er ook al van Standaard interesse geweest in de tijd. Uh, daar is dan wel een beetje contacten geweest met Standaard, maar dat was, nog, uh, dat was na het WK. Dus uh, toen Massèche ah, ja. ja. uh, na het WK, of voor het WK, al naar Standaard ging. Maar er is in Genk een international, je bent van die buurt, je hebt daar uh, de beker gewonnen. Geen, ja, ik vind het wel raar dat Ja, ik vind interesse. het jammer dat... Het is natuurlijk nee, na twee jaar, de is ook na één jaar teruggekomen van München 60. Um, op zich, ik ben blij, heel blij dat ik in Gent ben geweest. Dus daar heb ik een hele mooie en leuke periode gehad. Uh, maar zelfs uh, na, of, toen ik in Gent speelde, is er een kans geweest, of een kleine kans geweest, dat ik terug naar Genk was gekomen. En daar heb ik wel spijt van gehad, moet ik zeggen. Toen hebben ze voor Seifel gekozen. Ja. Uh, van Loker, denk Loker, ik. Ja. Hè? Dus uh, dat was toen. Ja, de keuze. Ja. Ze hebben voor cijfer gekozen. Dat, dat vond ik toen wel een jammer moment op dat moment. Moet ik zeggen. Maar ik mag misschien nog één keer terugkeren naar Duitsland. Alles mag, ja, zonder, alles mag. Alles mag. Wel, ik ben daar, en jij hebt ook gezien een van die foto's die je hebt doorgestuurd over Jackie Peters. De indoor toernooi. Ja, ja. Hij heeft zo'n fantastische van ja. ah, Prachtig woord. Volk met Karsten Janker. Heem, en... Schitterend. Je zal hem misschien zelf niet kennen, maar prachtige foto. Jawel, jawel. Ik denk dat ik hem zelfs ook heb. Ja, ah, ja okay. klopt. Ja. En dat is eigenlijk een prachtige traditie die in Duitsland nog altijd bestaat: die indoortoernooien. Maar in België is dat helemaal verdwenen. En er is maar één club die echt fier is dat ze ooit hebben deelgenomen aan zo'n indoortoernooi: SK Beveren. Ja, die hebben het, ik gewoon had, dat hebben was het fantastisch. Twee keer de dat was, fantastisch. was dat niet in Gent? Uh, ja, Moorsleden ja, of zoiets. Zo'n ja, ja, ja. Zo zandachtige ondergrond. Ja, ja, ja. Het prachtig, hè? Dat is uh, prachtig. Maar die hallentourneer, dat was uh, inderdaad... En, uh, veel bier waarschijnlijk. <laughs> veel, veel bier, ja. Nee, ik, ik heb er uh, nog een mooi verhaal over, als, als dat tijd mag zijn. Zeker. Hè? Daarvoor zitten we hier. We gaan naar uh, Leipzig, het voormalige uh, Oost-Duitsland. En daar gaan we dat toernooi spelen. Maar Bieleveld, toen tweede klasse. Moest, uh, ja, hij kon elk geld gebruiken natuurlijk. Uh, een zware, zwaar geïnvesteerd en hij kon er toch wel een goede premie mee, mee winnen. En oké, okay, het Labadia, die speelde niet. De helft van de kern speelde niet door, door knieën, rug en ik weet niet wat. <laughs> en hij zegt: uh, we gaan, die gingen gaan wel allemaal mee, maar alleen trainen die wel apart. En wat krijg je dan? Die gaan veldtrainingen doen, die anderen gaan het toernooi spelen, die, die supporteren wat. Ik kom s'avonds op een kamer met, uh, met Bruno, dan. Hè. Die haalt daar twee kostuumjes uit. Ik zeg: Wat ga jij doen? Ja, vanavond gaat het los. Zeg. Ik zeg: Oh, ik zeg: Gaan we uit? Ik zeg: Maar ik heb geen kleren bij. Zeg. Ja, daar, daar het station binnen, dan, natuurlijk. En volledig, volledige uh, outfit gekocht, dan. En dan uh, ja, tot s morgens vroeg weg. Dan... Oké, okay, maar, wat, maar voor we mochten niet. wat voor outfit hebben we hier? Want je blijft nog wel op de vlakte, vrienden. Ja, ik. nee, gewoon een, <laughs> een jeans. Een mooi kostuum. Ja, gewoon een jeans. <laughs> Nee, maar we mochten Leipzig, niet uitgaan uh, omdat ze dat in Leipzig. We mochten niet uitgaan omdat ze dan uh, ja, okay, dat toernooi wilden winnen. En ja, dan werd natuurlijk achteraf een straftraining doorgegeven of voorgegeven. Maar uiteraard, uh, of, uiteindelijk hebben we dat toernooi wel gewonnen. Dus toch gewonnen, oh, En mochten we naar de Masters in uh, Dortmund? waar dat de Masters gespeeld in, uh, in de winterpauze? Omdat je dat toch wel zes, zeven weken stil lag natuurlijk in de winterpauze. Oh ja, ja, dat is dus al een kwalificatietoernooi Dat was een kwalificatie. En dan ga je op stage in Portugal of in uh, Frankrijk. Ik weet niet op dat moment waar we zaten. En dan gaat dat tranoi, uh, start dat toernooi en dan vlieg je met een delegatie. De rest blijft trainen. En met een de andere delegatie vlieg je dan uh, naar Duitsland om dat toernooi te spelen. Vier dagen later kom je terug. Partyplane, eigenlijk. Ja, ja, een beetje. Iedereen wil mee op die vlucht ja, naar ja, de Halle-tour, ja, 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 ja. Je verwacht het weer hetzelfde, natuurlijk. Ja, ja. Hè? En dan kom je twee of drie dagen later weer terug uit Portugal. En dan ligt er 10 uh, centimeter sneeuw in Bielefeld. En dan vertrek je twee dagen later weer terug naar Portugal. <laughs> dus uh, mijn vrouw is in die winterperiode niet veel in Duitsland geweest. Nee, nee. Dat zal niet. Want ja, Duitse regime, klopt dat echt? Is dat hard trainen, hard trainen, hard treinen? Ik, uh, ik vond het wel, ja. ja. Ik zat toch fysisch in de Belgische competitie uh, zeker niet achterop, denk ik. Ik zou hem niet op de eerste plaats zetten. Zeg maar bij de beste, toch? Bij de, bij de groei, denk ik. Hè. En uh, na mijn eerste testen in Duitsland uh, liep ik uh, bij de laatste groep. Dus, uh, waren gewoon de beste. Hè? Ja, dat was ongelooflijk. Ik moet zeggen, na die trainingen, na een half jaar trainen, door hard te werken, zoals uh, Van de Moreno of dat straks al <laughs> gezegd heb, dan uh, kom je wel. En dan zal ik bij de eerste groep. Maar als je al zes jaar in een fabriek hebt gewerkt, dan kan je wel een bos lopen aan ook, denk ik toch? Dus dat, is dus dat. Alleen wel, werden die nog gegeven na, na een gewone Oeh. veldtraining. Oeh. Dus dan zei je een, de Laufschuwe aan en dan was Laufschuwe. er nog. Uh... Dat Duits is toch heerlijk? Ja, ja ik, ik sprak daar graag. Mevrouw niet zo. Ja, maar dat had ik al gezegd zeker. Was je daarop mevrouw, met dat Duits? Ja, of is dat in de Limburg sowieso? Wat dat je... Ja, ons dialect leunt er wel een beetje tegenaan. Spreken jullie met echt en dicht en Maar Het is, het is natuurlijk no, sure. het is nog heel anders. Je komt er niet mee. Maar als je na twee weken al een micro onder je neus krijgt, dan uh... het was geen jamrip af en Of ben niet wel man Nee, Rutger als je dat zouden aandoen, eerst nog twee uur veldtraining en dan hub, loopschoenen aan en nog tien kilometer of zo? Dan ja, val ik, je toch neer? Ja, ik loop wel graag en ik voetbal wel graag, maar niet na elkaar. Dus ik, 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 ja, ik wil heel graag een uur voetballen. Duatland. En dan de dag erna twee uur lopen, want ik, ik loop redelijk veel. Ja, nu niet meer, maar vroeger wel. Uh, maar zo, eerst trainen en dan nog, dan nog een bosloop. Nee, dat, uh, daar zou ik voor passen. Ik ja. zag toch altijd zo, zo een binnenweg. Zo, als we in het park moesten gaan lopen, dan had ik toch al gezien waar ik een paar honderd meter kan afsnijden. Zo, Even wachten achter de bomen dan. Ja. Ja, Gebeurde ja, dat ook? Nee, 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 zeker niet. Nee, dan verdrieg je je, dan je eigen Jij, natuurlijk. Jij dus niet, dus, uh, maar zo'n vedette die zich uh, toch voert. Denk ik niet. Maar natuurlijk, uh, waar ik op wil terugkomen. Uh, over een bosloop heb je het dan nu. Die straf die hebben we wel nog gekregen. Dus uh, <laughs> zelfs als we die master gespeeld hebben, om een keer speel je dan een uh, weekendwedstrijd, de dag erna is het morgen training. En normaal ben je die dag erna ben je vrij. Maar dan kom je in de kleedkamer, hangt daar zo'n mooie bordje op van alle spelers die. Uh, Sondag is op een vrijdag. 100 uh, minu minuten mogen komen lopen. Om, uh, Gewoon op een bordje. Jacky ja, Peters. Jack. Die stond erbij, ja. <laughs> die 100, was 100, ook uit geweest. Dat 100 minuten lopen. Dat was 100 minuten lopen, ja, Aan, een dan, een ja. stuk. Aan een stuk. Ja. En wie afhaakte, moest nog een keer. Uh, Jezus. Maar je komen, je, zat, ja. dan, je ja. zat dan met een mol. Die, die heeft gezegd: Jacky was erbij, Bruno was mm, erbij. Het was uh, een van de trainers die. Die hadden we niet meer zin <laughs> in <laughs> Die hadden we niet meer in Die wist je later. het was een die zag die mannen de, de kostuumshop binnenwandelen en die wist hij Ah, ah de zei ik kan morgen komen lopen. Hij <laughs> ja, moest om één uur binnen zijn, maar dat hebben we net niet geraakt. En zo, zo Labadia was dat al een vedette? Is dat dan zo dat de deuren opengaan als je met zo iemand op pad gaat? Ja, absoluut. Uh, deuren opengaan en overal uh, aan de hotels dat je, uh, dat je stopt uh, op verplaatsing. Uh, op het moment dat uh, je hoeft nog maar één stappen uit de bus te zetten. En Hey, toen lieten ze de mensen eigenlijk nog tot bij de bus komen, eigenlijk. Ik denk dat dat nu. Uh, Handtekeningenjagers boven... en... Ja. Ja. en vrouwen. Want... Nee? Nee, ja. nee. Nee. Okay. nee? Nee, nee. Vrouwen dat is een andere aflevering. Een nee. nee. Duitse vrouwtje van die Lederhozen ja. en zo aan, dat is, toch, dat is iets anders. Dat is misschien wel ja. onze dikke tieten en hebben. Nu we, nu we toch over sterren hebben, uh, je ging dan terug naar Gent en daar speelde je met Mido. Ik wist dat je daarover ging beginnen. Smiley. Vertel ons één fantastische anekdote over Mido, alsjeblieft. Ja, daar heb je. dat zijn er wel meerdere overdenken over Mido. Hè. Dus uh, nee, maar hij is, uh, ik denk als 17-jarige. Ik bedoel, ik en, en, en anderen ook, dat was een Genso. zo, dat was een uh, genso Als er testers komen uh, in een groep die al bestaat. Uh, is het moeilijk om, om, om voor die tester. En ja, je vecht voor je eigen plaats. Ja, die komen ook je plaats afpakken. Dat die is, moet je niet uh, dreigend en open arm aannemen. Hey, dat is mijn mening dan. <laughs> uh, en die moet je eigenlijk soms nog iets harder aanpakken als, als andere. Een tikje geven. Maar dat was bij Mido, dat meen ik echt. Uh, op het moment dat hij als 17-jarige die, die de body al had, eigenlijk. En je begint die ook tikken te geven, uh, en hij beweegt niet. En, en het, dan zeg je, en wat hij ziet de met die bal kan en doet. Dan zeg je, oké, okay, die moet je aanvaren. Die moet je zorgen dat hij bij de ploeg komt, natuurlijk. Dat je uh, rap door. In plaats van, ja, dat hadden we bij hem wel rap door. Ja. Die gaat je geld bezorgen in plaats van geld afpakken. Ja, ja, ja zo, is het, zo is het. Maar het is natuurlijk, heeft daar. Hij uh, ook veel meer uit zijn carrière kunnen halen. Als je die, uh... Onwaarschijnlijk. Die was zo goed. Ik ben een uh, heel grote supporter van Ajax. Dus ik heb hem live zien spelen in Stijl. Die was, die was echt heel goed, maar heeft het helemaal ja, verknald natuurlijk. Ja, door, ze, door, door zijn gedrag. Uh, was dat al op zijn 17? hij vond zijn eigen best goed. Nee, ik denk dat hij wel redelijk goed gestuurd is en ik denk dat uh, Vital Borkemans uh, speelde toen ook begint, dus uh, die heeft hem toen hij, toch wel goed onder, hij, onder de armen genomen. weer limburgers uh, weer Limburg ja, te begeleiden eigenlijk en uh, maar ja, dan en dan komt het in één keer dat uh, het grote geld mag je zeggen hè. En, een andere dag gaat hem spreken had bijna getekend of had misschien al getekend, ik weet het ook niet het juiste verhaal. En dan komt het nog grotere geld van, van, van Nederland, van Ajax natuurlijk. Ja, wat hij, wat hij daar allemaal heeft uitgestoken. Samen met, uh, speelde hij met Zlatan in de ploeg. Met scharen naar elkaar liggen gooien in de kleedkamer. Ja, ja, die, die reed daar altijd in zijn Ferrari rond in Amsterdam en dan liet hij die gewoon staan. En dan. Uh, hij, er is ook zo'n verhaal dat hij naar de luchthaven was gereden. Dat zijn Ferrari gewoon aan de, aan de deur gezet op Schiphol. En toen hij dan twee weken later terugkwam, was die Ferrari weg natuurlijk. En hij snapte er niks van, want hij dacht van ja. Waarom ze die niet laten staan? Ik, die was natuurlijk... dat. Ja, ik dacht van: ik ben hier toch de grote man. Laat mijn auto er niet meer in. In Egypte, mag dat, Egypte mag dat waarschijnlijk wel. Maar ja, in Amsterdam uh, ging dat natuurlijk niet. Heb jij ooit je Ferrari laten staan voor de deur, Jackie? Ja, zo hele klein. Ja. Ja. <laughs> maar hij had toch een andere naam toen, hè? want de voetbalman ja, Achmet Hossan, Hossan. Achmet Hossan, Hossan, ja. ja. En dan is hij veranderd. Dat is wel ja. een fenomeen. Ja. Ja. Heb je ja, ooit een betere de... gehad in de ploeg? Puur betere. technisch dan? Ja, eigenlijk. Puur technisch, Dat uh, was, was, was mijn eerste jaar bij Genk, uh, Moulavdic, iets met Mulavic. Oh, ja. Nu kom oh, je nu met uit. Uit. Nu. dat, dat zijn moeilijk. obscure namen hoor. Die zijn ja. zelfs voor ons uh, Dat was, uh, dat was een top. een een topper. Hij heeft een ongeval gehad. Uh, hij speelde eigenlijk heeft jaren samen gespeeld met uh, Katana. Suwato Katana. Ja. En uh, was ook een Bosnier En uh, ja, was een, was een topspeler. Ik zeg niet dat hij beter was, maar als je dan over talent en, en technische spelers. En heel laag bij de grond, uh, geen al te grote speler. En uh, ja, Jammerlijk een ongeval, uh, hersenschade en uh, nooit, meer de, nooit meer dezelfde geworden. Dan gaan Mido wel niet graag horen dat er een voetballer beter was dan hem. <laughs> maar er zijn er nog, denk ik. Ja. Maar Mido was een, was, een, was een speler, denk ik, die, die hij heeft dan met Zlatan gespeeld. Zelfs die carrière had kunnen maken, denk, Zeker, denk ik. En ja. had hij moeten heeft maken, eigenlijk. He. Heel, heel, heel veel verkeerde keuzes gemaakt. Veel transfers, nooit lang gebleven bij een club. En het was ook niet een echte moslim, denk ik. Hè? Nee, nee, nee. nee. <laughs> en hij is nog eens teruggekeerd bij Ajax. En toen... ja, zo mag je het zeggen. Ja, hè? Sowieso, hij, sowieso, heeft knoten, hij heeft genoten ja, van het hij, ja, een... hij is teruggekeerd bij Ajax en toen stond hij zeker 5 kilo te zwaar. Dat was echt, dat was echt geen Ik heb al langs nog eens beelden gezien ja. van hem die stacht moddervette. Ja, ja, nu ja, zeker moddervet. Wel zo'n venture veel, hè? Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ze zijn niet helemaal zoals Shaky Peters. Dat, uh, <laughs> maak, die app, Shaki, maak die app. Er was één speler van, van dat A agent dat ik altijd zal onthouden, omdat als je zijn naam uitspreekt, onthoud je die? Kaklamanos. Dat is ook iemand die ik ook altijd in mijn megascore of Gouden 11 had gezet. Ik geloofde daar heel hard in. Hè. Dat was toch ook een goede. Alex. Prachtige Alex. Ja, ja. Ja, een beetje goed. een rare, denk ik? Of, of... Dat is dat mijn verbeelding gewoon? Een, ja, een hele rustige. Ja, ja. Op zich Grieks, ja, als ik het zo mag zeggen. Dus. dus alles rustig, uh, regelmatig te laat komen. Hij <laughs> is morgens dan, bedoel ik, hè, op training. Uh, maar ja, een mooi een, 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 een goede body, een stevige spits. Uh, Kobbel sterk. Kobbel heel ja. sterk, maar het was niet de. Toch van, hij trainde niet zo graag als ik, zal ik zeggen. Uh, en de sirtaki maar... door het Otto-stadion, <laughs> ja, 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 dat zijn wel die dingen die we altijd is... zullen bijbrengen. Mooie herinneringen ja, ja. Met, met hem. Dus, uh, want inderdaad, hij is dan naar gegaan, denk ik. Hij heeft daar het natuurlijk. Ja. Achteraf geen leuke periode gekend met, met de, ja, wat de, de drugsaffaire een ja, beetje. Ja, ja. Eigenlijk. Dus, en dat, ja, dat breekt je hele carrière natuurlijk. Hè. Dus uh, ja. daar moet je van afleven We moeten naar een zeer belangrijk onderwerp, hè, want we, moeten, ja, we moeten de tijd in. Ja, we moeten ja, voortmaken. Ja. De rode duivels. Dat is toch, allez, als je daar, wat jij nog allemaal hebt meegemaakt met die rode duivels, dat, had je dat ooit nog verwacht? zo WK. Nee. In Japan zelfs dan de nog. Duivels niet verwacht. Netjes nee. Dus, uh, Net daar. Ik, uh, ik heb mijn eerste selectie, nu moet ik even nadenken, denk ik, had uh, Voor selectie zelfs, bij Georges Lekes, denk ik, ja. En uh, toen zijn we naar de Bundesliga gegaan en uh, toen heeft Versailles overgenomen, achter Lekes. Ja. En dan heb ik mijn eerste selectie gehad als ik... Uh, ik, ik hoor het Wilmens nog zeggen, want waarschijnlijk wist hij het al. Uh, we spelen tegen Schalke in onze eerste Bundesliga-wedstrijd. Uh, Opnieuw en daar spelen we gelijk. En uh, tot van de week zei hij hem toen. En inderdaad, ik, wou, ik wou, er was erbij. Ja. Ja, het is wel handig dat Willemots die bepaalde waarschijnlijk de selectie. Die Jackie is een goeie. Kom, nee, pak een Jackie <laughs> mee. Kom. Dat nee, is dus ook een ik was, uh, dat was... Dat was 2000. Nee, dat was 99 1999. Ja. Ja. Dat was juist 30 mm. jaar geworden. Dus en, dan word je als e voor de eerste keer opgeroepen ja. met dan de Rode duivels Mag je debuteren ja. tegen Nederland ja. in de Cup. De, de, de een de historische wedstrijd achteraf. Dat, Man, achteraf, ja, daar keek ik wel naar oh, uit. Maar, uh, was niet de leukste je debuut natuurlijk. Heb je heen? ooit zo'n vreemde wedstrijd gespeeld? Nee, nooit nooit. Ik weet dat je Racing Genk Westerlo, ooit zo ja. wedstrijden zijn geweest die een uh, paar keer 4, 4 of 5. 6, 4 of 6, 6. Ook eens 5-5, denk ik, volgens vijf, mij. Vijf, dus, uh, ja. Maar als je dat in een Interland meemaakt, uh, in mijn eerste Interland. Natuurlijk, eh, je rechtstreeks tegenspeler maakt drie doelpunten. Ja, dan vond je het zelf niet het? zo leuk. Eh, Kluivert was dat, ja. Patrick. Ja. Ja. ook geen slechte, hè. Ook geen ja, slechte, ja, de nee. dat is nee, dus, dus voor mij was dat... de debuut was wel mooi, maar het was, niet, was zeker niet top. Ik ben blij dat ik een paar dagen later... Tegen Marokko met tweede kans heb gekregen en uh, die met beide handen heb gegrepen. Eigenlijk. Dus ik vind het is uh, ook zo ja. mooi als je die beelden bekijkt. Je geeft op een gegeven moment een doelpunt echt weg. Je trapt die bal verkeerd weg ja. en, en ja. dat kluivert hem gewoon binnentikt of zo. En die ontgoocheling, dat zie ja, je tegenwoordig zo... niet meer. Echt zo van. Oh man, ja, maar het dat was zijn debuut nu... en hij dacht: Natuurlijk. nee, mijn, en het was mijn prachtig. kansen. Prachtig. Prachtig. Ja, het was emotie. Ja, maar ik sta dus ik het voor jullie aanhalen al. Dus ik denk: ga ze voor zijn. want... Dat gaat toch komen. We hebben de beelden bekeken. <laughs> maar als je dan ziet welke stroepers een debuut maakt natuurlijk, welke ja. doelpunten dat hij dan weer maakt. Ja, Jammer genoeg Filip Van der Wallen zijn laatste wedstrijd ook, denk ook, ik, ja. dus, hè. Uh, ja, ja. De... zeker. Ja, je... Het was een speciale match. Er ja, ja. gebeurde heel ja. veel. Ja. Er gebeurde he. alles, ja. ja. Ik ja, denk nee. zelfs van Nistelrooy zijn debuut ook, als ik uh, mij goed Eén herinner. Eén van zijn eerste, ja, vijf ja. 5-5 ja. in, een, in een derby. In de Kuip, dat is fantastisch toch? Ja. En op dat moment hadden we nog een goede hoop dat ook uh, Euro 2000 voor ons zeer succesvol ging zijn. Maar moeten we dat skippen? Moet je dat skippen? Uh, eigenlijk niet. is dus, uh, iets wat je zelf organiseert. Uh... Ja, maar uh, jij hebt er niet gespeeld. Een paar minuten, hè? Ja, niet gezwegen, hè? Oei. Ja, ja. Ik heb het opgezocht. <laughs> Ik heb een EK een paar gespeeld. Minuten. <laughs> ja, <is> <laughs> en truitjes gewisseld. En truitjes gewisseld, een paar. Uh... Ja. Ja, ik heb ze alle drie, denk ik. Ja. Ah, wel toch gewisseld? Mooie... van op de bank? Om, nee, een mooie. Uh, ja, die Leverjoe stond naast mij uh, toen uh, Italië een beetje aan het vieren was en wij een beetje aan het afdruipen eigenlijk. En die trui heb ik wel uh, bemachtigd. Ja, van hen, ja. En dan spreek je die nou niet Italiaans? Nee, <laughs> <laughs> mijn ja, beste Engels op Mister dat beste Engels uh, ja. en Brits-Italiaans. Ja. Nee, maar Italië heb ik. Uh, ik bedoel, ik heb twee truitjes van Italië. We hebben die, hey, doordat wij niet moesten kwalificeren natuurlijk, je moest je veel vriendenwedstrijden spelen. En daar hebben we toch wel uh, een paar mooie wedstrijden gehad. We, zo hebben we eentje in, in Italië gespeeld. Mm -hmm. uh, mijn derde of vierde wedstrijd was in Engeland, denk ik. Um, ik, ik tegen Alan Shearer was dat nog. En uh, ja, wat denk je, tegen zo'n toppers te spelen? Dan, dan, vraag je, dan probeer je dat truitje te bemachtigen natuurlijk. Naar de... Hij vraagt dat van mij niet, ik <laughs> vraag dat van hem wel. Hij zegt, oké, okay, straks uh, in de, in de catacomben zullen we wisselen. Ja, natuurlijk, uh, na ons eventjes op veld te blijven, geen cheer te zien. Uh, achteraf niet, niet kunnen bemachtigen, wel een ander truitje van Engeland. Uh -huh. En dan maak je daar mee in, uh, in, in Letje, in Italië. Uh, we winnen daar met 1-3. Ik denk dat er 50 Belgen daar waren. En onder de wedstrijd stond centrale verdediger. Dan, dan, ja, je speelt tegen Inzaghi, Del Piero. En wie ga je vragen, wie ga je proberen te krijgen? <laughs> maar na de wedstrijd vraag je dat. Dat, dat doe je nog niet voor de wedstrijd, zoals je sommige mensen nu al ziet doen. En uh, ik zeg tegen Piero: truitjes wisselen, ja, ja, straks in de catecombe. Ik zeg: ja, daar hebben we het weer, natuurlijk. <laughs> maar wij, de supporters die paar die daar waren, toch gaan groeten. In 1-3 Nederlaag voor Italië: ik kom in de catacombe. En dan zie je die spelers van Italië daar allemaal, allemaal staan, wachten voor die truitjeswisselen. Tien minuten na de wedstrijd, ik zeg altijd, dat, ja, dat, dat siert een prof, dat siert die mensen dus Del Piero he. was aan het wachten op uh, Jackie Peters, Ja, dat is wel ja. echt een prachtig verhaal. Ja. En andere spelers waren ook, die het beloofd hadden. Ik zeg, tien minuten na de wedstrijd stond hij daar te wachten voor een truitjeswissel. Dat is iets wat je altijd bijgebleven is, dus uh, en, prachtig. En je vraagt dat pas na de wedstrijd? zo Niet zo bij een corner van zich? Nee. Nee. Dan ja, zo kan... ja, maar... En dan achteraf zo'n tackle geven en ja, dat truitje maar... niet meer krijgen. Ja, maar... hè? Ik kan me voorstellen dat er uh, iemand anders mee weg is. Ja, Erik van der Nee, ik denk dat er, uh, als je die wedstrijd achteraf. Dan ga ja, ik een stapje vooruit naar het WK. Dan, uh, dan zijn er heel veel die uh, naar die Brazilianen vlogen. Ja, maar, dat maar dat was, uh, die ploeg was zo waanzinnig Daar wilde ik uh... echt van niemand een truitje op dat nee? moment. Nee, echt, daar uh, was mijn goesting over. Hè. Ja, vertel. Okay, we gaan nu ja, naar we Brazilië. Gaan, ja. okay. we, zijn er. we zijn in ja. Korea. Ja. We zijn, we er. zijn in Japan, ja. Hey, ja. Japan. En jij was zo kwaad dat je zegt: Ik moet geen truitje hebben. Nee, maar dat het mij niet interesseerde welke truitje. Ik zou wel een truitje bemachtigen na de wedstrijd. Uh, dat is ook via, de, via Piet Arrow nog gekomen doen. Uh, hey, de, de, zeg het. Uh, Team manager, of team, manager, yeah, manager die team die is team achteraf manager. met een hoop truikers binnenkomt van Willy Allen. Dus, ja, dus ik heb, <laughs> Rondalde, Rondalde dus, ik heb ooit, he. uiteindelijk dat van Rocket Junior, maar ik heb hem niet persoonlijk. Stond ook niet tegen jou, hè? Stonden ja, stond ver uit elkaar. Ja, ja, wel wel een goeie tegenstanders, die match. Ja, dat ja, het, ja, het waren toch wel namen. Ik denk Rivaldo was de, op links, over links, en dan Carlos nog, en achteraf. Ja. Ronaldinho stond er ook op. Ronaldo die soms in die zuinen kwam. De Nielsen die nog invalt, de uh, die nog invalt. <laughs> ja. Je speelt ik op dat moment ook gewoon nog in het Otterstadion. En dan sta je er opeens tegen Rivaldo. Ben je dan onder de indruk? Ja, toch wel moet je zeggen. Als je hoort dat uh, hey, je moet je eerst kwalificeren, uh, kwalificeren voor, die, voor die tweede ronde, wat dan uh, hey, natuurlijk ook niet evident was. Uh, laatste wedstrijd nog. Uh, hey, laatste wedstrijd tegen, tegen Rusland. En uh, hey, dan doe je dat toch als ploeg. En dan, dan, hey, dan mag Brazilië komen, die ook met de hakken over de sloot eigenlijk in de tweede ronde komen. En eigenlijk met de hakken over de sloot tegen, hey, tegen België winnen. Ja, ja, zeg het ook maar, maar. winnen dus, met puur geluk. <laughs> ja, maar zo moet je het zeggen, hè? Wat als, hè? Ja, wat als, nee, inderdaad. Wat, wat mij opviel, ik heb die gewoon herbekeken. Dus Wilmot scoopt die bal binnen, Prindergast keurt die af, maar er is bijna geen protest. Ja, maar die spelen ook verder. Hè? Maar zelfs niet van Wilmonds, dan eigenlijk. Hè? Een Boompensa is de enige, enige die heel even naar de ref gaat. Dan denk ik. Ja. Nu zou ja. dat helemaal anders ja. zijn. Hè? Nu zou ja. iedereen daarop vliegen. En nu ja. heb je de VAR. hè. Nee, Had maar de... Veel te braaf natuurlijk Had... op dat moment. Had de, dat de VAR eerlijk? hem goedgekeurd? Ja, zullen we nooit meer. Ik bedoel, die <laughs> beelden, wat, wat is dat, ook, dat zullen we Dat is nergens te zien door ons natuurlijk. Hè? Nee, wel. Nu, jij zwiept daar die prachtige bal voor de goal. Vertel eens, de Fifa Nova. Is dat de beste bal waar je ooit mee gespeeld hebt? Die vraag al <laughs> Nee, absoluut niet denk ik. Dus, uh, nee. ik, uh, ik, vond de beste bal, de selectbal. Misschien heb je hier aan de maar ja. nee, dat vond ik uh, dat is een bal. Dat is typisch ja, eigenlijk moet je, ik denk select. dat het in België. Is het ondertussen dat ze allemaal met dezelfde ballen moeten spelen? Ja. Mm, ja. dat is ondertussen Allee, buiten een paar topclubs ja. niet, maar ik denk select is zo wat de meest gebruikte ballen. Ja, maar is het niet Engeland dat ze verplicht zijn? Ja, dat ja. En in La Liga, liga ja. ook. Het dus zou overal moeten zijn, ja. vind ik. Hè. Maar ik heb ooit op mijn twaalf jaar de Fever Nova gekregen. Na het winnen van de penalty cue bij Escalar. En dat was echt. Ja, <laughs> dat dat vergeet was, je was niet. een bal van 150 euro. En die hè? heb je nog? Nee. Bij deze oproep aan degene die mijn bal heeft, <laughs> breek jouw ballen. Je piekt naar een communiefeest. Ja. Oh, dat doet pijn. Of ik heb hem gewoon te ver Ik bon, ik ga uit van het pieken. Ja. Dat, uh... We gaan terug naar Brazilië. Zo, Robert Wassaj, voor die wedstrijd, die zegt, ja jongens, vandaag krijg je Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Jackie. Geeft hij dan nog tactische <laughs> tips? Of dat gewoon, doe gewoon je best en we zien waar dat we ja. komen. Die, okay, die, die, die ploeg die wordt overlopen uh, de dag voor de wedstrijd. Maar dan moet je daar weinig tactiek tegenover stellen, denk ik. Gewoon, uh, dat waren echt allemaal wereldtoppers. Ja. He. Ik heb die opstelling ja. bekeken buiten de keep. Ja, Marcos toen in de goal. Maar voor die tien veldspelers waren fantastische voetballers. Ja, absoluut. Uh, als je dat uh, tegenover de marktwaarde, tegenover de Belgische <laughs> spelers zet op dat moment. dan, dan, dan ga je wel verschieten. Nu, is, oh, nu is het juist andersom, ja. natuurlijk. Maar, het is wel uh, een mooi Belgisch verhaal, hè. Als, ja, dat ja, wel. Dus waar, echt zo'n uh, underdog die dan toch boven zichzelf uitstijgt. En, en misschien is dat ook het probleem geweest, zoals als je zegt. We hebben daar voor dat doelpunt hebben we nog een paar halve kansen gehad. Uh, Bart Goor krijgt dan nog een kans ja. op een gelijkmaker. Eigenlijk een halve kans op een gelijkmaker. Wilmot is... heeft ook nog uh, ook op een pas van jou, met zijn linker ja. in de benedenhoek. Ja. Het zijn cruciale he? momenten die uh, niet meegezeten hebben als dan. Uh, ik denk dat ze er een wedstrijd daarna tegen Engeland spelen. En dan op het einde natuurlijk die, die mooie beker ja. de lucht kunnen ja. steken. zover was het voor ons misschien niet geraakt, maar uh, je weet nooit. die hadden wel, we wel moeten uh, ja, winnen. Het is eigenlijk. Belgische voetbalgeschiedenis en het is toch leuk dat je daar bent ben bij geweest. Hè? Ja, ja. Van wel, ja, ik vind het wel. Ik heb uh, ja. hey, zoals je dat straks al een paar keer gezegd hebt, een, een WK heb mogen meemaken, dan heb ik wel de eerste wedstrijd tegen Japan. Dan kijk je zo eens rond in dat stadion, dat is allemaal wit-blauw, want en het, ja. was, uh, het was in Japan tegen de ja. Japanners. Dan denk je wel eens een paar keer na. Dat, dat heb ik toch wel Oh, mee met mee. die goal van Peter van der Rijden. Ja, dat dat die moeten we ja. ook eens uitnodigen. Dat was ook zo'n moment dat ik nooit zal ver vergeten. Zo'n mooi doelpunt tegen het ja. thuis. En was dat dan. ook ja. de omhaal van Wilmots? Was dat ook die wedstrijd? Uh, en ook de eerste match, denk ja, ik. Ja, ja, die ja ik denk daar. het wel. Ja. Want, want hij, Peter gaat... Hij, samen met... In de verdediging gaan we daar een fout natuurlijk. Met de Suzuki-score, Suzuki, dus zeker de eerste. Dus Ex-speler van Genk nog zeker. Ja. Hè? Ja. Dus uh, die gaan, uh, we gaan eruit een fout in, in de verdediging. En dan ja, oké, okay, Petra als verdediger maakt dan. Uh... Je weet nog alles. <laughs> Straf. Nog veel, alles niet. <laughs> die al wedstrijd een... moet ik eerlijk zeggen, uh, en vooral dan die wedstrijd van Brazilië, die andere wedstrijden ook niet. Maar die heb ik pas een jaar of twee jaar of daarna pas bekeken, eigenlijk die wedstrijd. De volledige wedstrijd. Maar hij het, was dan, ook ja. heel slecht gezind, hè? Slecht hè. Maar, u maar u zat die zat nog in je geheugen. Die zat nog zo ver zijn. Ah, ja, 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 dat je alles nog. Ik vind het wel goed dat je zo slecht gezind was op die Brazilianen. Ik vind ook als je zo uitgeschakeld wordt op een WK, moet je toch kwaad zijn. Sowieso. Ja. Voilà. Ja, dan moet je niet meer op het voordeel gaan nee, achterhalen. Want Want ik, ja, ik vind ja, ook die, on die on de ontvangst dat jullie kregen zo op de Bond, was ook een beetje zielig. Zo, ja, in feite wel. Ja. Ja. Dus, uh, we, had, we hebben ons leven nog moeten riskeren om daar uh, op de, de rand ja. van het Bondsgebouw ja. <laughs> bonds, te staan. <laughs> wow. Een beetje gaan te zwaaien. Dus, uh, <laughs> Luuk. Heel moe, heel moe. Ja. Nee, en altijd kwaad. Ja, zo'n vlucht van Japan ja. naar België, dan naar dat bondsgebouw. Oh. Ja, daar stond de familie te wachten. Ja. Aan de, mijn mijn de jongste dochter was twee jaar, denk ik. En uh, ondertussen ja, staat er vijf minuten bij en dan mag je of moet je terug naar buiten. En ja, mijn vrouw zegt, uh, is papa weer weg, zegt oh. ja. Het was maar voor een half uurtje, denk ik. Hè. Dus, uh, het was wel een avontuur in Japan. Ik herinner me dat jullie op uitstap gingen naar een vulkaan en, en zo van die dingen. Ja, dat was leuk, ja. ja? Nee. Vond je dat? Nee. Wat doe je dan <laughs> daar? wel wandelen? Ja, je moet je dagen vullen, natuurlijk. Ja, moet je dagen vullen. Ik kan niet uh, ganse dagen trainen, natuurlijk. Die dus, uh, maar we zaten, daar is uh, we zaten daar al in een uithoek eigenlijk een, een Kumamoto, Ik vergeet het nooit meer. In een reuze stadion waar je moet trainen, en dan heb je een paar uitstappen. We zijn zelfs naar een shoppingcentrum geweest. Souvenirtjes gedaan. S ja. ja, en dan, dan ga je inderdaad naar een vulkaan, en dan, ja, dan moet je met een masker rondlopen, want het stinkt er te zeer. <laughs> en dan nog eens. Uh, oh ja, had, uh, warm waterbronnen zijn we ook geweest. Ja, ja dan stonk je naar de zwavel als je eruit kwam. Dus, uh, Nee, we hebben Japan gezien, dus. Uh, maar, ik ga er niet weinig direct weinig. terug naartoe. Er zijn wat voetballers op uitstap gaat naar een vulkaan. Dat doen ze nu allemaal niet meer. Hè? Nu is dat veel minder. Nee, nee. Dat is, uh, ja, maar ik denk dat je nu ook niet met. Uh, qua veiligheid en alles. Ze uh, staan uh, tien keer verder. Als Het waren laatste, wel geniale uh. tv-beelden. Ja, Het waren absoluut. En als je dan de Japanners uh, ziet. Qua organisatie was dat wel top. Hè? Dus uh, Ze stonden op een touw van 50 meter. Waar de, uh, 100.000 man achter kon, daar stonden drie man achter. Maar die touw bleef mooi gestrekt staan, natuurlijk. Het was ook nog een tijd waarin dat TV echt vrij spel had in voetbal om te bepalen wat er gebeurde. Waarschijnlijk ook aan het Bondsgebouw. Dat is gewoon de TV die zegt: uh, die gaan erop kruipen. Hè. Want wij hebben Veel goede beelden. Nu. Ja, nu, nu, nu is dat het perswoord. Vast, woord, de persman he? die zegt. Ja. No Doen we way. niet. Doen ja, we, ja, niet. Ja, ja, ja. Doe we ook ja, niet. Dat, dat is zon, zonder dranghekken, zonder velling. Ja. Ja. Er is een klein mysterie nog hè, dat we moeten ophelderen. Erik van Meijer heeft het hier op tafel gelegd. Hij zegt dat het truitje van Kaka of gestolen is of niet meegenomen is omdat er Kaka op stond. Die zat toen op de bank. Zat hij toen op de bank? Ja. ja. En Nico van Kerkhoven had dat en die heeft dat aan Erik gegooid of weggegeven en die is het kwijt. Dus hij vermoedt dat iemand uit de selectie daar iets mee gedaan heeft. Weet jij meer? <laughs> Wie zat er in de buurt <laughs> Ik dacht Erik dat het een mij. ander mysterie zou zijn. Maar nee. Nee, ik, ik vind wel, uh, heeft hij geen ander truitje van Brazilië dan? Hij of, uh, heeft... Uh, Lucio. Weer? Lucio. Lucio heeft ja, hij. Ja, ook een mooie. Maar van Kerkhoven wou Kaka dus niet hebben. Dus, ja. Misschien het gewoon maar Hij was ook daar... pist, denk ik. Hij van was... Kerkhoven. Die was echt pist, ja. Als je dan naderhand in, in die bus zit, je na de douche, na, na, na lange tijd, de pers gesproken te hebben... Dan halen die gasten, de, die, die bussen staan naast elkaar, halen ja. die ook nog een tamtam -tam uit en beginnen daar te zingen. Dan, dan, ja. dan wil je wel iets anders door de ruit gooien. Komen die dansend door de gangen? jongens, ja, Wij gaan oh, naar de kwartinaal. Oh, dat is pijnlijk, oh. een pijnlijke moment, ja. Ja. Ja, dus, uh... Maar ik uh, kan het mysterie jammer genoeg voor Erik niet oplossen. Ik vind wel We fijn. gaan het aan Geert de Vlieger vragen. Die komt ook nog eens langs. Ja, ja kaka. Ik... Toen was die nog niet zo goed natuurlijk. Nee, nee, nee. He. Maar het is wel een uh, running gag voor ons, als goed ja, dat ja. we zoiets hebben. Ja, ik hoop wel dat het terug opduikt. Misschien ja, ik moet, uh, moet het uh, zien terug te vinden. Ja, voor het einde van seizoen 1 moeten we dat ruitje van Kaka <laughs> gevonden hebben. Dus moet je de 23 selecteren, dan moet je dan zin hier er krijgen. Dat ja. ja, zijn er veel. En ook nog een aantal waal. Het <laughs> kunnen ook nog uh, hey, de visuals zijn ook nog, Ja, hè? het kan ja. iedereen ja. geweest zijn. Ja. Uh, Hang je die truitjes <laughs> ja. omhoog? Die Piero, uh, die van Engeland heb Nee, je dan... ik vind Ik, ik, ik had beloofd. Ik vind het jammer door, door, door mijn gehaast. Nou, ik zal vergeten, ja. ben vergeten. Uh, steken maar. die dan in een doos? Of, of? Die steken in ja. een doos, ja. Gewoon ja. in een doos op zolder. Een paar mooie. Je hebt hier ook nog hele oude hangen, zie Echt. ik. Onbekende dus, uh, shirt. Op mijn -shirt. <laughs> onbekend. Nummer 8. Ja. Nummer acht. Nee, een ja, paar mooie. Maar ze zitten in een doos maar, uh, Jullie hebben hier heel mooie truitjes hangen, trouwens. Het uh, is een goed idee om ze op die manier die meest koestert wel eigenlijk op te hangen. Eigenlijk. Je moet ze niet weggeven. Nee. Ik hoor heel veel ex-voetballers: ja, ik heb die eens weggegeven toevallig of niet bij nagedacht. Je moet ze bijhouden. Want... Ik heb mijn eigen truitjes ja. op, op één of twee truitjes namelijk weggegeven. Dus mijn, mijn kinderen hebben dat nog. Maar voor de rest van de Rode Duivels ben ik ze allemaal kwijt, denk ik. Maar ja. toch, toch aan uh, mensen die zeggen: van... Jacques heb je nog iets? Ja, als ik iemand plezier kan doen. En ik ah, hoef ja. ook geen uh, van het WK, WK of van het EK geen vijf truitjes in mijn kast te hebben liggen. Dus als ik daar iemand. In die tijd, nu vragen ze dan niet meer achter, maar in die tijd. Ja, als je, er nu, doen, als je nu toch was het met plezier. Uh, ja. Ja. De Piero, ik, weet, ja. ik heb uh, Luc Nielesson binnen zien komen. Uh, toen Luc was uh, manager bij Heusden. En uh, een keer komt met, hij met, met redelijk wat truitjes binnen. Ja. Dus uh, was, was dat ook aan jongens aan het duidelen die, 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 die jammer genoeg nog geen truitjes hadden van. van van interlandse spelers. Hij was aan het, aan het opruimen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja, Zijn ja. vrouw was kwaad geworden. Doet die doos weg? Doe ja, die doos ja. weg. Niet luisteren. Gewoon bijhouden. Fantastische herinneringen. Ik ook. hou ze bij je. Ik heb ja. zelfs mijn schoenen nog. Dat vind ik dat ook ook wel dat cool. Dat is... Ik heb mijn schoenen. Welk uh, merk speelde je? Nike. Dus, uh, Nike was onze sponsor. Ik niks en... met die flap zo. Was dat niet? Het is een goede flap. Total nee, 90 dat Tempo was dat. Ah, de ja, tempo. Ah, dat is een, goeie, goeie. een goede uh, uh, ja, We hebben dan niet meer zes stuts gespeeld. we waren uh, de multi-studs. En die, die schoen heb ik dan ook direct eigenlijk aan de kant gelegd. Uh, ik heb eronder WK opgeschreven. En die zitten, die zitten ook in een doos. Ja. Dus de, de rechterschoen van de voorzet heb je nog? Ja. Ja, moet dan, moet hè? dan moet hij in een museum. Dat is voetbalgeschiedenis. Ja, dan dan is. moet de KBVB ja. in een museum uitstallen eigenlijk. Hè. Ja. Samen met een plukje haar van Willem. De mooiste ja. net niet-assist. Uh, de mooiste ja. net ja, niet-assist. Niet ja, je gaat dan ook naar jij, jij zit echt een rechtsbakfan. Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar ja. Ook, ja, ja. Zij weten het al, ik ben ook een grote fan van Dion Kools. Omdat die, <laughs> die, maar boh, dat is hedendaagse voetbal. Uh, dat is voor een andere podcast. <laughs> we, we moeten wel echt voortmaken, want we zijn al heel erg like aan het babbelen. Maar er zijn nog een paar... Leuke dingen. Uh, ik heb gehoord dat jij zo'n grote fan bent van de New Wave. Ik heb daar nog een quote voor. Uh, moet ik die eerst eens voorlezen? Ja, ja dat mag zeker. Ik speciaal oei, oei. Om... Ja. Hij vreest. Wat zal het zijn? Je kent hem misschien nog wel. het is al 18 jaar geleden het gezicht, hebt, denk ik. Uh, we, dat gaat over jou en je vrouw, denk ik. We hebben allebei nog met zwarte kleren rondgelopen. De haren omhoog en met een lange jas, zelfs in de zomer als het 30 graden was. Mijn moeder verklaarde me voor gek. Ik had veel cassettes met muziek van The Alarm, Sisters of Mercy en The Smiths, dat was iets harder. We hadden zelfs onze eigen ingerichte bar, waar we heel onschuldig een pintje dronken. Klopt, heel Waar, waar was die bar? Nee. Dat was bij, bij mijn, hey, mijn buurjongen eigenlijk. Dus, uh, je hebt gewoon een eigen café gebouwd? Café niet, dat was op, op zolderken eigenlijk en uh, ja, wat was heerlijk is neergezet, je kent dat. Uh, waar we en daar zat je, Dark met, je light. met je lange. <laughs> lange Soms, dat ja. deden we juist eigenlijk. Uit, <laughs> nee, we <hadden laughs> 50 inderdaad. graden en maar weten. <laughs> met een bende van van de man op zeven acht uh, die uh, ja, inderdaad een new dus, heeft uh, De de in de haren. Of Sisters of Mercy, dat is toch stevig. Ja, dat was. Uh, ja, dat was wat onze muziek, Ben je ja. ook van mening dat de lichten de new wave kapot <laughs> hebben gedaan, zoals Alain uh, <laughs> ja, Van Dam beweert? Nee, maar een keer moet je toch uh, ei, zeker van Kledij overschakelen. Dus, want uh, je kan niet met een zwaar bij... Ik weet nog dat mijn moeder... Uh, <laughs> Zaliger uh, blij was blij dat ik mijn eerste blauwe broek ging kopen. Dat dus, uh, <laughs> heerlijk. Maar uh, die muziek hoor ik nog steeds graag. Dus, uh, maar tot, in die kleedkamer uh, kan je daar toch niet meer. In, jongens, zet voorbij Sisters of Mercy op. <laughs> Temple of Love, even. Ja. En, uh, nee, dat is nooit gebeurd, nee. nooit gebeurd. Ik zie u wel al aankomen bij de Rode Duivels. Nu staat dat allemaal in de kranten wat die mannen aan hebben. Ja, 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 gewoon als zo je lang. Dat, is, hoor. Als je heerlijk stilpunt Ik dacht dat een je trainer was. aankwam. Heerlijk. <laughs> oh, dat zou zo mooi zijn. Maar, ik doe elke week ook de nummer 1 iets van dat jaar. En het is wel opvallend, het heeft niks met jouw muzieksmaak te maken. Whenever, wherever van Shakira. Goeie nummer. Ja. En dansplaat van Brainpower. Oh, wow. En op nummer 1 tijdens uh, dat WK las Ketchup met de Ketchup-song. Oh, ja, dus dat is, het, zwak. Het, dat is ja. zwak, zwak, zwak. Het zijn niet echt songs dat die is, we moeten uh, bijhouden in de geschiedenis. Het is geen goed moment, hè, met nee. ketchup. Qua muziek was het uh, geen nee, vet en in dat jaar. Ik was wel fan van Shakira. Maar niet voor de muziek. Ja, dat, dacht ik, dat dacht ik ook wel. Ja, ja, ja. Zij heeft wel een van de mooiste WK-intims gemaakt later dan toch? Zuid-Afrika. Ja, 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 zeker. zeker. De, de Absoluut. De waka, wakka wakka, ja. hey. hee. Ja. En Lorenzo Staalers, een van onze terugkerende gasten, altijd, die heeft daar een transfer naar Oitaan overgehouden. gehouden. Misschien had jij ook nog in Japan kunnen gaan voetballen. Bijna was. Nee, bijna in China, sorry. Echt ja? China? Ja. Na, na het WK, ja. Dus uh, is, uh, is het dicht bij een transfer naar Shanghai geweest, ja. Was geld? dat toen ook al voor. Uh... Ja. Toen was het ook voor geld, ja. Ja, maar voor. Ja. voor, voor drie het <laughs> wa dat, pakje was dat, <laughs> was, dat, was dat voor extreem veel? Allee, voor. Dat nee, geen Het was voor een Het was, was, bedragen, veel, geld, het was veel, veel geld. Ja, ja, zeker, ja. Het, was, uh, het was voor een mooi. Het was ook maar voor negen maanden. bedoel, Lorenzo is geen negen maanden daar geweest. Denk ik, Zes maanden, denk ik, ja. ja heel kort. Ja. Maar ooit hebben we gespeeld, zeker. Ja. Dat is juist, ja. Daar hebben wij de wedstrijd tegen Japan, denk ik, zelfs gespeeld. En nee. dan? Nee? Oh, ja, <laughs> ik was nee, er niet bij, dus ik kan het niet uh, weten. Nee. Ik denk Tunesië denk ik. Ah, ja, ja. Oké. Okay. Ik had nog iets. Ja, uh, doe maar. Jij weet het misschien niet, of misschien wel. Je hebt ook een Wikipedia-pagina, iemand heeft dat wel eens gemaakt voor jou. Daar staat een fout op. Er staat alleen op dat jij de kampioen bent geworden in de tweede Bundesliga en niet dat jij de beker met Genk hebt gewonnen. Dus ik vind dat dit moet worden rechtgezet. Dat kunnen we. Ja, je kan dat zelf aanpassen, dus uh, bij deze. Jackie ah. Peters heeft de beker gewonnen met racing. Daar moet jij even mee doen. Ik ga dat voor jou doen. Ja, dat is top. Als, je op, als je op Wikipedia. Ik was toevallig ook gisteren op die wikipedia pagina van jou, Jackie. <laughs> en um, de Russische. Pagina is langer dan de Nederlandstalige pagina van Jackie Peters. Wat heb jij er ooit uitgestoken in Rusland? Je hebt een Russische fan ik. Alleen hebben, denk ik. <laughs> <laughs> niet schaaf, denk ik ah ja, ja. ja. Ik toen, Die je bent toen uit de match gehouden. Ja. Voilà. Ja. Misschien, uh, daarmee. misschien daarmee. Ja, ja. Je wordt bijna 50. Volgende week. Hè. Oh, oh. Het is nu al een gelukkige verjaardag van Proficut. dat magisch. Ja. Je bent met van alles bezig. Je bent zaakvoerder eigenlijk geworden. Is dat leuk? Ja, dus uh, na Heusden Zolder, dus uh, ik, uh, kort verhaaltje doen. Uh, Luc Niels belt mij op verjaardag van mijn kleinste jongste dochter, 28 augustus. Dus, ik was kapitein in Gent, uh, lekers was daar, Boussoefer was daar ondertussen. Of ik niet naar uh, dichter bij huis wil komen voetballen bij Heusden Zolder. Ik was uh, 35, uh, nee 33 zeker. Dat maakt niet veel uit, denk ik. Maar ik kon over drie jaar tekenen als prof een uh, Heuse-Zolder, uh, in tweede klasse weliswaar. Maar dat verhaal was jammer genoeg, naar, uh, na anderhalf jaar was dat, was dat gedaan. Uh, financieel uh, kater, uh, faillissement. Dan ben ik naar IJs nog gegaan, uh, nog tweeënhalf jaar gespeeld, tot mijn 38e. En in die tijd ben ik dan bij een goede uh, schoolvriend oh, ja. uh, eigenlijk beginnen te werken. Want uh, ik heb altijd met mijn handen gewerkt, dus van begin af aan in de fabriek eigenlijk. Uh, vroeger als tuinman gedaan eigenlijk en, en zo eigenlijk langzaam in de zaak gekomen en, en samen vernoot geworden en en uitgebouwd eigenlijk dus uh, nu is het een, een grote een, zaak hè? nu een grote zaak dus we, we met ons twee erbij we werken met elf mensen dus ik vind uh, het al veel dat, ja. is, uh, ja, dat is een mooie mooie kmo en daarnaast hebben wij zoals al aangehaald uh, nog een mooie carwash erbij ondertussen al uh, bekend in bocholt en omstreken blijkbaar of is hij in bocholt? het is een bocholt zelf ja, mag, ja ja he? Dat. Heel bekend Limburg, en komt bij u op de carwash. Ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik ook het mooie aan uh, voetballers die na hun carrière gewoon een andere job gaan doen. Dat je die via Google, via dat bedrijf, makkelijk kan contacteren. Bijvoorbeeld Björn Vlemings, die willen ook graag eens als te, te gast hebben. Die is nu tuinman, dus je kan gewoon naar zijn site gaan. En dan kan je ja. daar zijn telefoonnummer vinden en kan je die maar bij dat om dus je tuin uh, te komen doen of in een podcast te komen zitten. Dus uh, wij zijn in een generatie die, uh, nog één, nog, hey, het is goed dat je moet of mag werken. Maar de generatie na ons, of, of twee generaties, die uh, zullen dat niet echt over doen. Gaan uh, voor niet het doen, financiële gaan. voor financiële, wij moeten het sowieso nog groter doen. En die Brazilianen doen, uh, van, de, van 2002 gaan het ook niet meer oh, die doen. Die zullen het ook niet ik. moeten doen. Nee. Alleen die ene rode duivel dat dat truitje van Kaka bemachtigd heeft, dat <laughs> er heel veel geld heeft verkocht. <laughs> Nee, maar inderdaad, ja. het, is, het is ook een microbe die, die met de pak heeft gekregen in het ondernemen, eh, zoals het voetbal in der tijd. En daar wil je dan ook zo ver mogelijk in raken. Voilà, ik wil u heel hard uh, bedanken voor die komst naar de studio. Ik vond het echt een super fijn gesprek. Het was heel leuk. Ik heb ja. ook heel veel bijgeleerd. Ja. Ja. Sander, jij sluit elke week af met een gedicht. Ik ben heel, <laughs> heel benieuwd <laughs> ja, wat je hiervan gaat maken. Het is heel last minute, omdat daarom niet minder goed natuurlijk. Ja, daar daar niet van. We hebben een dag de tijd gehad, hè? Inderdaad, dus, uh... Spannend wel. Ik denk dat het uh, over de positie op het veld zal gaan. Kan dat? Inderdaad. Omdat jullie weten... Ik, ik ben nu dus ontzettend blij dat jij hier zit, Jackie. Hier komt het. Binnendoor, buitenom. Open blijven langs de lijn. Niet goed genoeg voor de centrale as. Niet verfijnd genoeg om winger te zijn. Ze worden vaak met de vinger gewezen. Kijk, weer eens gepakt in de rug. En ook al heb je, met... ook al heb je het nu al bewezen je af voor ze trappen en dan terug. Maar ik, ik heb een zwak voor die mannen langs de lijn. Ik wil tikkenle centeren, koppen. Ja, ik wil Jackie Peters zijn. Oh, Dank je wel. Prachtig, Lala. heel mooi, heel heel mooi. Dat kan op een tegeltje in je bedrijf denk ik. Als je <laughs> wil. Ja. Ik vraag niet veel. Nee, <laughs> <laughs> dat shirt van de Pierre. <laughs> ja. Mannen allemaal bedankt voor jullie komst en volgende week zijn we weer, meer, weer met meer van Damagis.